The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Mario plus Rabbids, Kingdom Battle, 51 Worldwide Games, Starlink Battle for Atlas, Super Mario Odyssey, Overwatch, Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee, Super Mario Maker 2 en Animal Crossing New Horizons. Dat waren 3 jaar geleden de 10 games waar ik niet zonder kon. En nu in 2024 zijn er weer 10 nieuwe games waar ik niet zonder kan. Dus like deze video snel en abonneer als je van Nintendo houdt. En dan beginnen we met het eerste game waar ik niet meer zonder kan. En dat is Luigi's Mansion 3. Dit is een game die ik elk jaar rond Halloween wel weer een keer oppak. Ik vind het ook super leuk om deze game af en toe weer op stream te spelen. En ik denk dat ik Luigi's Mansion 3 ondertussen al 3 keer heb uitgespeeld. En ik denk dat als je een game meerdere keren hebt uitgespeeld, dat die sowieso in het lijstje mag van games waar je niet meer zonder kan. Ik heb sowieso wel een zwak voor Luigi, want hij staat toch altijd in de schaduw van zijn oudere broer Mario. Die moet altijd de held zijn. Je ziet het ook wel in deze game. Luigi begint heel erg aarzelend, maar heeft er alles voor over om zijn vrienden te redden. En dat doet hij natuurlijk met behulp van zijn stofzuiger en een hondje die je hier ziet. Als jij Luigi's Mansion 3 nog niet gespeeld hebt, moet je die gewoon nu gaan checken. Of je kan even wachten op de remake van Luigi's Mansion 2. Door naar de volgende. En dat is Zelda, Link's Awakening. Misschien had je hier een andere Zelda game verwacht. Misschien komt die nog wel. Maar ik kan echt niet om dit schattige stijltje heen van Zelda Link's Awakening, de remake. Wat ik ontzettend knap vind aan deze game is dat je continu naar dezelfde stukjes van de map terug moet. En daar dan steeds nieuwe dingen kan doen aan de hand van de items die je gevonden hebt. Of kastelen die je hebt gehaald. Het origineel van deze game is uitgekomen op de Game Boy. En de Game Boy had natuurlijk nog niet zoveel rekenkracht wat inhoudt dat ze het moesten doen met de middelen die ze hadden. Ze hadden nou eenmaal niet de luxe om gigantische games te maken, dus had je een vrij kleine map. En zoals je hier kan zien werd die map heel goed gebruikt, want als je nieuwe items had, kon je opeens naar nieuwe stukken. Zoals hier met de haak. Vroeger was het in de Zelda games heel duidelijk waar je naartoe moest en waren de werelden nog niet zo open. En ook dat werkte echt super goed. Het is natuurlijk een hele gewaagde uitspraak, maar heel misschien is dit wel mijn persoonlijke favoriete Zelda game voor de Nintendo Switch. Snel door naar de volgende. En dat is nieuw Pokémon Snap. Een van mijn hobby's naast YouTube filmpjes maken is fotografie. En als fotograaf kon ik hier natuurlijk onwijs van genieten. Ik denk dat dit misschien wel de mooiste Pokémon game is die er tot nu toe gemaakt is. Heel veel Pokémon hebben nieuwe animaties gekregen en ja, kijk eens hoeveel Pokémon je hier alleen al in beeld ziet. En dat allemaal met een redelijk acceptabele framerate. In de Pokémon Snap games kom je ook echt te weten hoe de Pokémon qua karakter zijn en wat ze doen in het dagelijkse leven. Hoe vet zou het zijn als er daadwerkelijk een echte Pokémon game wordt gemaakt met deze graphics. Dat is de droom. De volgende game is een game die jullie waarschijnlijk heel goed kennen door mijn YouTube kanaal. Het is namelijk Paper Mario The Origami King. Toen ik deze game ging uploaden op mijn YouTube kanaal gingen de views opeens heel erg hard omhoog. Jullie vonden deze game super tof. En ik heb precies hetzelfde. Dit was echt een geweldige game. Niet alleen door alle karakters die je in de game ziet, maar vooral ook door het verhaal wat die karakters hadden. Jullie herinneren jullie vast nog wel allemaal Bobby, onze vriendelijke bom. Kijk, daar zit hij voor op de boot. Veel mensen hadden een beetje moeite met de battles, maar als je gewoon genoeg coins had, kon je daar heel veel van skippen. Ik heb toen onwijs genoten van deze game en dat ga ik binnenkort zeker nog een keer doen. Hier komt de game die jullie zeker in het lijstje verwachten. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Want The Legend of Zelda Breath of the Wild was een goede game, maar Tears of the Kingdom is eigenlijk nog veel beter. Deze game is nog net even iets duisterder dan Breath of the Wild. En ik vind het ook super tof dat Princess Zelda in Tears of the Kingdom echt wel een grote rol speelt. Wat mij betreft zijn de dungeons ook een stuk beter en leuker dan in Breath of the Wild de Divine Beasts waren. En wat te denken van het verhaal van Rauru. Naar mijn mening was Breath of the Wild vooral heel erg tof, omdat die game tegelijk kwam met de release van de Nintendo Switch. Maar Tears of the Kingdom is toch echt wel de betere game van de twee. Oh, en over betere tweede delen gesproken. De volgende game is Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Kingdom Battle liet mij al kennis maken met de tactische games waar ik normaal niet zo van ben. En Sparks of Hope liet dat een klein beetje los. Want in de gevechten had je net wat meer vrijheid dan dat je gewend was. De toevoeging van Edge en met name Rabbit Rosalina zorgde echt voor een hele leuke nieuwe dynamiek. En als je Rabbit Rosalina zegt, dan zeg je natuurlijk ook Sparks. Wat ook wel tof was, is dat Bowser nu het goede team joinde. En voor mij was Sparks of Hope ook gewoon weer een verbetering op Kingdom Battle. Oh, en als ze je dan ook nog even gunnen dat je ook
nog met Rayman mag spelen in de DLC, dan ben ik natuurlijk helemaal klaar. Ubisoft, jullie hebben het echt heel goed gedaan met deze games. En de volgende is ook super vet. Maar ik denk dat heel veel van jullie deze niet gespeeld hebben. Ik heb het nu over Metroid Dread. Dit is toch wel een iets serieuzere Nintendo-titel. Vaak zijn Nintendo-games echt super kleurrijk en super vrolijk. Maar Metroid Dread is, zoals je ziet, nogal andere koek. Er zit superveel actie in. Je moet continu schieten. En alles draait eigenlijk wel een beetje om de snelle actie. Je gaat van kamertje naar kamertje om je weg te zoeken door de wereld heen. En ook hier krijg je continu upgrades van wapens waarmee je dan weer naar plekken kan waar je eerst niet doorheen kan. Dus eigenlijk een beetje net als Zelda Link's Awakening. Metroid Dread is een vrij moeilijke game, dus deze is niet aan te raden voor beginners. Maar ben je een beetje een gevorderde gamer en op zoek naar wat uitdaging, dan is Metroid Dread echt iets voor jou. Ik heb hier onwijs van genoten en ik wil deze gewoon binnenkort nog een keer spelen. Hij was echt heel vet. Bij de volgende game dacht ik bij de aankondiging, ja, daar heb ik wel zin in. En toen ik hem ging spelen, dacht ik, wauw. Ik heb het over Super Mario Bros. Wonder. De nieuwste aanwinst in de 2D-platformers in de Mario-wereld. En wat een platformer is dit. Misschien is dit zelfs wel de beste 2D Mario game die er ooit gemaakt is. Vooral de momenten waarop je er wonderbloem pakt en de wereld volledig verandert zijn echt super cool gemaakt. Heel de werelden beginnen te trippen, maar dat is juist wat het zo leuk maakt. Er gebeuren opeens allemaal dingen waarvan je denkt, huh? Dit kan niet. Waarom beweegt deze buis als een rups? En wat gebeurt er hier allemaal met die bollen? Ah, ik word helemaal gek. En dat is precies wat je wilt in een game. Een game moet jou verrassen. En Super Mario Bros. Wonder doet dat. En nodigt uit om nog even een paar keer gewoon lekker helemaal te gaan doorspelen. En als je dat een keer in je uppie gedaan hebt, kan je dat natuurlijk ook gewoon nog een keer met vrienden doen. Super Mario Bros. Wonder moest gewoon in deze lijst. En deze Mario game ook. Of ja, eigenlijk zijn het 3 Mario games in Super Mario 3D All-Stars. Je krijgt hier de beschikking over Super Mario 64. En ook kan je helemaal los met Super Mario Sunshine voor de GameCube. En mijn persoonlijke favoriet is toch wel Super Mario Galaxy. Dit is wel echt een pareltje. Ik heb alleen één vraag. Wie heeft er verzonnen dat Super Mario Galaxy 2 nog niet op de Nintendo Switch uit is? Want die hoort daar toch ook gewoon thuis? Nou ja, hier heb je in ieder geval ook genoeg speeluren plezier aan. Ik kan niet zonder. En ook niet zonder deze game. En dat mag best een verrassing heten, want ik ben nooit zo'n grote fan van Kirby games. Maar Kirby and the Forgotten Land was fantastisch. Voor het eerst speelde ik een volledige 3D Kirby game. En hij voelde gewoon een beetje aan als Mario Odyssey, maar dan met Kirby. Kirby die continu nieuwe gekke krachten kon lenen van andere vijanden en ze daarmee kon verslaan. Dat is natuurlijk in elke Kirby game zo, maar in deze voelde dat ook echt alsof het nut had. Waar je in 2D Kirby games vaak door de wereld heen ramt, had deze af en toe best nog wel wat uitdaging. Vooral tegen het einde werden de bazen steeds moeilijker en het was super leuk om alle krachten te upgraden en daarmee te experimenteren. Het was oprecht voor de eerste keer dat ik een Kirby game echt onwijs leuk vond. En met Kirby and the Forgotten Land zijn we dan ook aangekomen bij de laatste game in deze video. Laat even weten zonder welke Nintendo Switch games jij echt niet meer kan. Welke games heb jij al vaker dan één keer gespeeld? Ik ben er heel erg benieuwd naar. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!